Het wiel was zo'n typische novemberdag. Gries, grauw, mist, soms dichte mist. En het begon van de morgen plak met zo'n prachtig uitzicht door de wietberiepte velden. Met een prachtige opkomst van de zinnen. En dan is het wachtje totdat die zinnen er terugkomt. En dat ben ik de zwierigheden van de komende dagen. Joen en vannacht, nou de temperaturen liggen vrij heeg. Ik denk dat we uitkomen zomaar bij de size of the zon graden heen. En dat ben eigenlijk ziek de temperaturen van het begin van joen. Dus die temperatuur zakken net volle meer. Een grote bewolking, een peer opklaring. En de wind uit zuidelijke richting waai in het waardgebied vrij krachtig en krachtig. En dan morgen. Ik heb weer een dag mooi bewolking, maar ik de kans op zinnen. Ja, ik denk dat het op een soort plak nog wel even rijdt. En de temperaturen, nou ja, die lezen morgen zomer bij de 9 of de 10 graden heen. En daar bloeit het dan niks aan wat bij. En vierde is de zuidelijke wind, matig en krachtig. De krachtige wind in het kustenwaardgebied. En daar terug zal het koud, steeds maar wetterkoud aanvielen. Het fruitsjog. Maasje, komt dat wetter dan ik? Betien rein of lichte rein, ik denk geen zinnen. Op tongensje en vrijheid nog wel een grote bewolking, maar toch kan die zinnen er hier en daar eens even terug in komen. En dat liet je weer twee droege dagen te wijzen. Nou ja, en de temperaturen op tongensje en vrijheid, ik denk zo om de bij de 8 of de 9 graden heen. En hoe het weekend eruit komt te zien, we moeten morgen maar weer even in het waarschijn.